Welkom bij de wedstrijd tussen Waasland Beveren en Kortrijk. Oftewel Manse Bogaerts tegen Matsu. Bogaerts meldde zich aan kop, heeft even derde gestaan. Daarna ging het in het zicht van de koppositie toch niet helemaal goed voor KVK. En Matsu is ook niet bezig aan een sterke periode, maar kan nog wel eens heel verrassend uit de hoek komen. Dus Manse Bogaerts, 22 jaar, hij echt een van de topfavorieten die zijn status ook gewoon waar maakt. Hij staat wel al wedstrijden lang in die top 6. Waasland Beveren blijft op het vinkentouw zitten en heeft misschien nog een klein kansje. Maar dat kunnen we ieder duel zeggen van Waasland Beveren, de leeuwen van Vretiel. Over het spelen volgens mij bij Kortrijk in het Gulden Sporenstadion. Mijn naam is Chris Wobbe en naast me zit onze analist Abdullah Weiss. Ja, inderdaad. We hebben hier dan een wedstrijd in de, tussen twee top 10 spelers. KV Kortrijk die dan op de derde plaats staat, zoals je zei. Natuurlijk één plaats gezakt na de vorige speelronde toen Cercle Brugge hem heeft ingehaald. Matthias van de Winkel staat er niet geweldig voor, maar heeft natuurlijk nog steeds een kans om in die top 6 te eindigen aan het eind van het seizoen. Dus ik denk dat we hier toch een leuke wedstrijd gaan zien. Twee goede spelers, Manse die natuurlijk niet uit die top 6 zal vallen. Hij wil gewoon eindigen in die top 6. Gewoon zo hoog mogelijk. Kampioen is nog steeds een mogelijkheid als Club Brugge natuurlijk weer wat punten laat liggen. Maar die kans schat ik niet heel groot in, hoor. Nee, hier, dat is een schot. Ik ben nog even getoucheerd. Ja, maar de keeper dacht heel even dat hij voor de verre hoek zou gaan. Maar die bal had niet genoeg kracht. Dus kon die keeper makkelijk herstellen daar. Ik denk wel dat voor Manse geen wedstrijd makkelijk is. Die zal toch altijd zijn focus moeten houden, hoor. Ja, dat is eigenlijk bij elke wedstrijd, denk ik toch. We kunnen dat ook zien bij Anderlecht bijvoorbeeld. Anderlecht, je zou verwachten dat dat eigenlijk een makkelijke wedstrijd is. Maar als je tegen hem niet je focus houdt, dan kun je heel gemakkelijk gewoon wat punten laten liggen tegen hem. Ja, zo is het. En dan is het voor Manse vanwege zijn top 3 notering niet zo heel erg als hij een keer een potje verliest. Maar dat was de vorige speelronde volgens mij zo. Dus hij moet zich wel gaan herstellen tegen Matsu, die toch ook echt een ontzettend leuke speler is gebleken. Echt een aanwinst voor Waasland Beveren. Natuurlijk een club met weinig verwachtingen hier in de Proximus E-Pro League. Matsu ook niet. Ik hoop top 10. Nou, daar staat hij al week in. Dat maakt hem waar. Nu een getimed shot van Kortrijk. Ja, maar het spel van Manse is ook wel einde. Hij neemt gewoon de tijd voor dingetjes. Het kan ook allemaal in de 90ste minuut, sterker nog. Dat heeft hij gedaan door, denk ik, de meest bejubelde goal te maken in de Proximus E-Pro League. Die vrije trap, je weet het misschien nog wel, helemaal aan de zijlijn. Halverwege de helft van zijn tegenstander in de 92ste minuut. Hoog voorgeven en inkoppen. Dat heeft hij al twee keer gedaan. Die vrije trap spelen, maar in de allerlaatste minuut niet. Daardoor won Kortrijk een zeer belangrijk duel van Lokeren. Ja, dat was ook volgens mij een van de enige wedstrijden in de E-Pro League die maar 1-0 is geëindigd. Ja. Maar ik vind toch wel dat Kortrijk hier zijn speelstijl een klein beetje heeft aangepast, hoor. Normaal zie je hem nooit eigenlijk afstandsschoten schieten. Je ziet hem eigenlijk altijd gewoon goed rondspelen en probeert dan echt in die 16 meter gebied te komen om een 100% uitgespeelde kans te creëren. Nu heb je hem toch al voorzetten zien doen, afstandsschoten. Dus misschien heeft hij zich een beetje aangepast op FIFA 19. Maar ja, dat zou wel een beetje jammer zijn, vind ik dan. Want ik vond zijn spel juist het mooiste van de hele E-Pro League. Ja, omdat het ook echt, ik denk ook heel erg denken aan FIFA 18, weet je wel. Ook gewoon het opbouwen van die aanvallen. Maar misschien dat hij toch om zich heen heeft gekeken. En ik denk dat zijn speelstijl, toch door dat verlies misschien, die wijziging. Je gaat toch even kijken van waar kan ik me in verbeteren. En als je dan je tegenstanders analyseert, ja, dan heb je toch gewoon die first time finesse die door heel veel spelers gewoon wordt uitgespeeld. En dat deed Manse nog niet. Maar wie weet dat Kortrijk's mooie spel toch gewaarborgd blijft. Ja, als eenmaal denk ik een speelstijl in je gebakken zit, dan kan je die volgens mij maar heel moeilijk aanpassen. Ja, vind ik ook. Kevin Lenglet heeft dat wel juist heel erg goed gedaan. Heel mooi zijn speelstijl aangepast op FIFA 19 na die eerste paar speelrondes die niet geweldig gingen voor hem. En het is toch echt wel een hele kunst, hoor. Want je hebt natuurlijk dan een heel aantal maanden gewoon op jouw eigen manier FIFA zitten spelen. En dan moet je in één keer eigenlijk helemaal aanpassen omdat je weet dat het anders niet gaat werken. En dat is toch wel heel knap als je dat zou kunnen doen. Dus we gaan eens kijken of het Kortrijk ook kan lukken. Of dat hij halverwege de wedstrijd toch besluit om terug te gaan naar zijn eigen speelstijl. Vrije trap. Gaat hij niet in één keer doen? Nee, toch kort nemen. Mooi, een draaitje. Dat is, ik noem altijd Zidane het draai, maar het is een ander is het, hè? Nee, ik noem het ook altijd de Zidane. Ja, wel, hè? Kijk, nu komt hij toch weer wat dichterbij. Een paar metertjes opgeschoven. Gaat hij weer kort nemen? Ik denk het wel. Het is opzij leggen.
Afstand schot, goal. Nou, de bal vertrekt van de voet. Doelpunt. Daar scoort hij dan wel heel erg mooi gedaan. Ja, gewoon goed gedaan door KV Kortrijk daar. Niet geweldig natuurlijk, omdat hij niet perfect was getimed, maar hij is erin en dat is het belangrijkste. Dan is het toch voor hem ook gewerkt om zijn tactiek aan te passen, blijkbaar zijn hele speelstijl aan te passen naar FIFA 19. En ik zou het niet gek vinden als hij hiermee dan toch echt wel wat punten gaat verdienen, ja, maar of niet? Want hij staat echt heel kort op cerkelen. Iets verder is de afstand nu naar club. Maar Waasland Beveren moet dus met Matsumatsu in de achtervolging. Staat op de 10e positie, 14 punten. Ja, 3 puntjes erbij. Zou zomaar onderkant top 6 kunnen betekenen. Dus ook voor Waasland Beveren zijn de belangen groot. We zitten natuurlijk in speelronde 12. Hierna nog maar 3 wedstrijden te gaan. Kun je maximaal 9 punten in verdienen. Kortrijk, want heel veel kansen hebben we nog niet gezien. Ik denk inderdaad toch die wijziging. Mooi dat die wijziging zich uitbetaalt. Is dat dan toch ook, als je een wat behoedzamere speler bent, dat je goed nadenkt over eventuele wijzigingen, dat je dat goed analyseert en dat zo'n wijziging dan grotere kans van slagen heeft dan dat je het op gevoel doet. Als je kijkt naar Leng Leng inderdaad, zijn speelwijze, wat jij net al even aanstipte, heeft zich echt op een positieve wijze ontwikkeld. Hij is gewoon begonnen met een bepaald spelidee en dat heeft hij gewoon bijgeschaafd. Ja. En ik denk dat de omzetting van Kortrijk iets groter is geweest, maar wel ja, die afstandsschoten, als je daarop gaat richten, is de kans zo groot eigenlijk dat ook meteen je tactiek, als je die daarop afstemt, dat het ook meteen succesvol is. Ja. Groter dan als je je focust op combinatiespel, heb ik het idee. Ja, 100%. Het is veel handiger om daarmee te scoren. Ja. En hier is het perfecte voorbeeld. Hij zegt echt, ja, het is zo gek om te zien dat hij van de ene speelronde op de andere zijn speelstijl helemaal heeft kunnen omgooien. En het ook nog perfect werkt voor hem. Ja, dat zegt dan toch ook wel door over de kwaliteit van Mansen Bogaert. Ik weet niet of Mansen al helemaal fulltime professional is. Maar ja, hij heeft de leeftijd nog zeker wel voor om sowieso nog wel 2-3 jaar zeker mee te kunnen gaan. Ik weet niet of KVK daar budget voor heeft. Maar het is absoluut wel even een mooi signaal wat Bogaert hier afgeeft. Hè? Want als je dat dus inderdaad kan doen, dat zegt wel iets over jouw niveau. Ja, inderdaad. En KVK neemt natuurlijk e-sports ook heel serieus. Dus ik zou het niet gek vinden als ze binnen nu en misschien een jaar budget juist gaan vrijmaken voor e-sports. En misschien zelfs Mansen een contract gaan aanbieden. Hij is natuurlijk echt een hele goede speler. Ja. Is tweede geëindigd bij het enige toernooi waar ik hem heb zien spelen. Het Sportza Cup van 2018. Mm. FIFA 18 was dat toen nog. Verloren toen van Bobo natuurlijk. Heeft hij ook van verloren hier in de E-Pro League, jammer genoeg. Dus dat is misschien wel zijn grootste vijand. Ja, op een dik verloren ook, ja, toch? Ja, inderdaad. Hij ging daar heel hard onderuit. 6-1 was het volgens mij. Ja, 6-1, ja. Vorige speelronde. Ja, dat is niet geweldig van hem. Nee. Maar alsnog, hij heeft heel goed gepresteerd tot nu toe. Hij heeft maar 2 wedstrijden verloren, 6 gewonnen en 3 gelijk. Dus dat is heel mooi. Kijk eens! Ja! Matsumatsu kan het ook! Terwijl ik over Mansen zit te praten en hem allemaal complimenten geef, laat Matsumatsu ook maar even zien dat hij hier helemaal niet uitgespeeld is, hoor. Hij komt terug in die wedstrijd. Ja, ook weer een heel mooi doelpunt. Een mooie first and finesse. Geen tijd voor Mansen om zijn keeper te bewegen. Nee, absoluut niet. Dit is gewoon FIFA 19 Lulic dus. En, van de Breggen en Wally aan de andere kant bij KWK. Dus nou, ik vind het ook heel mooi dat Kortrijk gewoon ook echt daar beleid op maakt. Ik hoop ook echt dat ze een sponsor vinden. Het gaat vaak om een aantal sponsoren die zeggen, joh, we willen erin stappen. En nou, we gaan er gewoon voor. En doe het dan ook op de manier zoals bijvoorbeeld Brugge, Anderlecht, Ajax in Nederland, PSV ook. Neem het echt serieus. Ik heb 2 jaar geleden een groot event mocht ik presenteren. Liepen ze ook rond vanuit Ziggo, vanuit Ajax, vanuit PSV, echt een aantal andere clubs ook. En de boodschap die ze gaven, wij nemen dit serieus, maar leer het ons, hoe moeten we dit nou goed aanpakken? En als je daarmee begint als club zijnde, hoe moeten we dit nou goed aanpakken? Je gaat met mensen praten die gewoon inside zijn, die weten waar ze het over hebben. Uiteraard in de eerste plaats de gamers zelf. Ja, dan is je kans van slagen, net als de tactiekwijziging van Mansen Bogaert, het allergrootst. Ja, inderdaad. En natuurlijk is KVK al heel goed begonnen, want zij zijn samen met Zulte Waregem de enige twee die echt een shirtsponsor hebben gevonden voor hun e-sportje. Ja, dus dat is echt heel erg mooi. En dan zou je zou het eigenlijk niet verwachten van die twee clubs. Je zou het misschien eerder zien komen van een Anderlecht, van een Club Brugge, van een KRC Genk. Maar het zijn toch wel de mindere clubs op papier die echt e-sport
sport heel serieus nemen. Ja. En dat is ook heel mooi. En kijk, die stats zijn ook. Wow. 4 schoten, 3 op doel en 65% balbezit voor Kortrijk. Kijk, Matsu, hij moet er eventjes op zijn lippen wat bijten. Dat balbezit van KV Kortrijk is wel heel hoog, hoor. Ja, zeker weten. Maar hij heeft zijn shot accuracy het hoogste, 100%. Misschien is dat een licht doekje voor het bloeden. In het, ik zei Gulden Sporenstadion, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. We spelen gewoon bij Waasland Beveren, uiteraard. En we zitten hier bij KV Kortrijk. Mansenbal gaat dus hier rustig afwacht. En het is Van de Winkel die misschien wat wijzigingen gaat doen. Ik denk het niet. Ja, toch wel eventjes zijn instructies. Ja, dan even kijken. Ja, hij heeft zijn centrale aanvallende middenvelders op agressief onderscheppen ingezet. Oké, dus gaat dus afjagen. Ja, inderdaad. Iets wat je eigenlijk niet heel veel mensen ziet aanpassen. Normaal hebben ze dat gewoon op het standaard instellingen staan. Misschien werkt dat juist heel erg goed voor Matthias van de Winkel hier. Ja, dat kan best wel. Want ja, hij heeft natuurlijk in de laatste van Beveren toch niet voor niks al een puntje of 14 in bij elkaar gesproppeld. En doet het gewoon goed. Ja, dit is speelronde 12. Ja? Het zijn ook maar 3 punten buiten de top 6. Dus als hij gewoon zijn wedstrijden kan winnen, wat er nu natuurlijk niet naar uitziet, maar als hij de wedstrijd kan winnen en hoopt dat een van de top 6 wat punten laat liggen, dan is het heel goed voor hem, hoor. Ja, zeker weten. Of denk je dat hij een top 6 de top 6 kan halen? Of denk je toch dat er andere spelers zijn die net boven hem uit gaan komen? Nou, ik geef dan toch SSV de betere kans en Sint-Truiden ook. Nou ja, Bobo natuurlijk ook. Ik denk dat hij er net buiten zal vallen. Dat is mijn gevoel. Want ik vind de andere spelers veelzijdiger. En jij? Ik denk dat we echt moeten wachten tot de laatste speeldag daarvoor. Maar ik moet wel toegeven, spelers zoals Nicolas Persson, spelers zoals Sporting, Charleroi, die hebben natuurlijk wel meer kwaliteiten dan Waasland Beveren. En die zou je eerder verwachten in die top 6. Maar het ligt er echt aan hoeveel punten iedereen laat liggen in die laatste paar speelrondes. Want de spanning begint nu wel echt te stijgen, hoor. Ja. Misschien kunnen spelers niet tegen de druk om die top 6 te kunnen halen. Misschien gaat hier Zulte Waregem. Ja, die begon natuurlijk als 12e volgens mij een aantal speelrondes terug. Die staat nu ook al 8e, dus die zijn ook heel goed bezig. En wat een grote kans was dat van Mansen, zeg. Heel mooi geblokt door de verdediger van Waasland Beveren. Ja, ook veel uit. Ik denk dat Matsu ook echt wel veel geleerd heeft, hoor. Nogmaals, de credits echt voor hem. Misschien kan hij toch nog op gelijke hoogte komen. Hij tijdt hem wel goed op de lat. De lat. Wat jammer zijn. Ja. Dat schot was echt heel erg mooi. Matsu van de Winkel. Wij het maar weer hebben over Mansen Bogaard, zeg je. Weer is Matsu daar. Matsu van de Winkel, hij laat zich helemaal niet onderuit gaan in deze wedstrijd. Laat zien dat hij ook zeker een kans heeft om die top 6 te kunnen halen. Ja, ik zie dat bij Waasland Beveren zijn shirt ook. Hij is ook echt e-sporter. Dus ook Waasland Beveren doet er gewoon echt genoeg aan. En dat is mooi, weet je. Dat is gewoon goed, ook voor zo'n club. Je kunt je dus ook in de e-pro league gewoon als club op deze wijze onderscheiden. En de sympathiefactor heb je al heel snel. Want ook in standaard Anderlecht die natuurlijk helemaal onderaan gaan staan. Die hebben toch echt nog wel veel credits vanuit te zien. Want natuurlijk is het fanatiek, zodra die bal rolt wil je elkaar gewoon killen. Zien het killer heet niet voor niets zo. Jij heet FIFA Assassin. Kijk eens, wat mooi uitgespeeld. Ja, via de doelman. Klein gelukje. Matsu iets te laat. Kijk naar het genoeglijke lachje van Mansen Bogaerts. Hartje wordt gemaakt. KVK ruimer aan de leiding. 1-3. Ja, inderdaad. Natuurlijk heet ik nu geen FIFA Assassin meer op PlayStation. Ik zeg gewoon bekend nu als Abdullah Vice. Dat is denk ik ook wat beter als je gewoon als je eigen naam eigenlijk bekend staat. Anders gaan mensen je alleen herkennen van je PSN-naam of van je Xbox-naam. Ja. Dus het is ook beter voor socials, want dat is ook heel erg belangrijk in de e-sport scene. Je sociale media heel goed kunnen vergroten. En Mansen doet dat ook bijvoorbeeld. Hij heeft natuurlijk een Instagram-account aangemaakt, heeft een Twitter-account aangemaakt. Zijn volgers zijn al een beetje aan het groeien. KV Kortrijk die helpt hem ook door al zijn tweets te retweeten, te liken. Dus hem echt heel veel aandacht te geven, zodat hij ook zelf groeit als een persoon in de sociale media. En dat is ook echt iets wat heel belangrijk is in de FIFA-scene. Ja. Het topspeler ben je niet alleen op het veld. Ook op de socials, kijk, is goed afgemaakt. En ik vind dat Mansen Bogaerts ook, als hij je club kan vertegenwoordigen, ik denk dat je dan ook gewoon een goede ambassadeur hebt. Hetzelfde geldt voor Matsu, hoor. De man uit Hammen die het gewoon prima doet in deze Proximus E-Pro League.
Nu heeft hij balbezit. Zoekt dan het hoekje op. Terwijl wat wijzigingen zijn doorgevoerd, ook bij Waasland Beveren. Kan het uitspelen. Maar hij krijgt de bal niet lekker mee, waardoor Mans er prima tussen zat. Minuut 68, 3-1. Het wordt weer zo'n lekker ontspannen tweede helftje kijken, denk ik dat doen. Ja, ik denk het ook. Mansen die speelde al heel de wedstrijd op balbezit. En ik zou het niet check vinden als hij de laatste 15 minuten gewoon beslist om eigenlijk weinig tot niet aan te vallen en gewoon die bal in zijn team te houden. Ja. Ja, misschien toch wel wat werken aan zijn doelzalden. Want voordat hij Bobo tegenkwam, had hij 12 tegendoelpunten. Nadat hij Bobo was tegengekomen, waren het er 18. Nu dan weer gescoord. Ja. Wat zijn doelzaldo moet wel wat verbeteren. Misschien kan hij op doelzaldo over cirkelen heen komen. Plus 2 hebben ze allebei namelijk. Dus wat dat betreft is dat hartstikke goed. Dan moet ik wel zeggen dat cirkelen meer gescoord heeft. Tot en met de 11e speelronde dan. Maar dat doelzaldo verschil, ja, dat kan zomaar eens beslissend zijn. En nu zie je ook gewoon, het is absoluut al lang al gespeeld. In dit geval was het Roland die het deed. Het vierde treffer dus voor KVK. 72e minuut. Ja, een hele mooie tweede helft hier van Mansen. Ja. Heeft zichzelf toch kunnen herstellen na dat eigenlijk gevaarlijke moment. Zo! Van Matthias van de Winkel. Maar net wanneer ik weer Mansen zit te prezen hier eigenlijk. Ik geef hem weer wat complimenten. Dan komt Matthias weer in de aanval. En scoort weer een geweldig doelpunt, zeg. Wauw. Kijk, prachtig wie de onder van laat. Hoppakee. Lekker man. Ja, dat is wel echt iets wat belangrijk is. Je moet onvoorspelbaar zijn met die first time finishes. En ja, hij gaf Mansen gewoon geen tijd om erop te reageren. Nou weet je wat, als we nou gewoon de hele tijd maar positief doen over Mansen en Kortrijk, dat zijn we trouwens al, wie weet dat we dan nog een tegendoelpunt te zien van het KVK. Ja, dan zou deze wedstrijd... spanning in de wedstrijd komt. Ja, inderdaad. Want nu lijkt het eigenlijk al een beetje erop dat Mansen deze wedstrijd wil gaan uitspelen, maar hier... Oh, dat was bijna een grote kans voor Matthias als hij daar de bal mooi kon meegeven. Klein foutje van Mansen, dat je eigenlijk helemaal niet zo vaak ziet dat hij een foutje maakt. Maar hier heeft hij het toch gedaan op een of andere manier. Ja, zo heer en Mansen, oftewel heer en meester. Ja, ze gaat nu echt gewoon tijd trekken hier. Echt gewoon lekker rondspelen. Ook dit weer een beetje oefenen, denk ik. Want Waasland Bever heeft voor mij alleen zijn kans op agressief vooruitdekken. Ik weet niet hoe het met de rest van de middenveld zit. Oh, lekker. Achterstand been lang. Goed getimed op de lat. Ja, dit is lekker freewheelen, man. Freewheelen op Vreetiel. Hij zit volgens mij gewoon een beetje Matthias uit te dagen. Hij wil eigenlijk dat hij hem gewoon aanvalt, zodat hij genoeg ruimte heeft. En eigenlijk niet heel veel zijn best moet doen om kansen te creëren. En het lijkt te werken voor hem. Ik bedoel, balbezitspelers kunnen de meest frustrerende spelers zijn om tegen te spelen. Ik denk dat Matthias ook een klein beetje gefrustreerd raakt als je kijkt naar zijn gezicht. Ja. Het is niet, misschien niet frustratie, maar gewoon concentratie kan natuurlijk ook. Maar ik zou het niet gek vinden als hij er een klein beetje gek van wordt. Oké, tippen. Nee, je gaat de actie aan. Ja, dat is weer niet slim hoor. Zo'n acties moet je gewoon beter uit kunnen spelen. En zeker een speler van Mansen moet gewoon zo'n kans afmaken, zeg. Ja, hoe groot het verschil ook is en lijkt en voelt. Inderdaad, je moet wel effectief blijven. Want hier komt Waasland Beveren, de Leeuwen. Ja, net was het ook half goed getuind. Die bal die knalde volgens mij op de lat. Amboa de... De laatste doelpunt te maken dus voor de Leeuwen. Gaan we naar de slotfase kijken. Met balbezit voor KVK. Kijk, daar is Badibanga weer. Heerlijke naam, Badibanga. 88ste minuut. Ik ben benieuwd hoe lang we erbij krijgen. Ik vermoed een minuut of twee. Het balbezit is er. Ik denk niet dat Matsumatsu de vaardigheden heeft. Met alle respect voor Matthias natuurlijk. Om dit heel goed uit te spelen. Ja, misschien tot één doelpunt nog. Maar twee doelpunten, dat wordt wel een onmogelijke opgave helemaal als hij zo'n paasfout maakt. Komt Kortrijk er nog één keer uit. En je kan ook zien, Kortrijk die wil geen risico's meer nemen. Het staat heel erg verdedigend naar achter. Hij komt hier dan nog met een counter in de 91e minuut. Of beslist hij toch maar niet voor de kans te gaan. Nou, als ik hem was, zou ik het toch maar hier doen. Ik bedoel... Je weet toch dat hij een afgelopen is. Kijk, dat is een bal. Is een overtreding. Nee, overtreding van KV Kortrijk op Waasland Beveren. Ja, dan is deze wedstrijd uitgespeeld dan volgens mij hoor. 92e minuut, 4-2 overwinning voor KV Kortrijk. Of kreeg man... wat? Waasland Beveren kreeg hier nog een kans, hoor. Ja, joh. Oh, nee, toch niet. Mooi paas. Ja, inderdaad. 4-2 overwinning voor Mansen. Jammer genoeg, de drie punten gaan niet naar Waasland Beveren. Mansen van de Winkel ziet er teleurgesteld uit. Mansen die is tevreden met deze overwinning. Had misschien een klein beetje meer verwacht, omdat hij toch wel
een aantal kansen had. Maar ja, kijk naar die stats, dan 8 schoten, 5 op doel en 64% balbezit. Ja, Mansen kan misschien weer stijgen op doelsaldo op de ranglijst over Cercle. We gaan het zo meteen horen wat beide heren erover te zeggen hebben. Het is heel lastig tegen Kortrijk. Hij speelt echt heel veel op balbezit. Ik denk dat hij bijna 70% had. Dat is echt enorm veel. En dan mocht je eigenlijk niet achterkomen. Uit een stilstaande fase komt hij dan op voorsprong. En dan moet je eigenlijk ja, zelfs paslijnen achteruit afsluiten, waardoor je ruimte van voorlaat. Ja, dan weet ik dat het heel lastig wordt. Ik maak dan wel nog de aansluitingstreffer, 2-1. Maar dan komt hij toch terug weer op meer op voorsprong, 3-1. En het is eigenlijk heel de wedstrijd kat en muis. Maar je verliest nu 3 keer op rij. Hoe ga je dat nu aanpakken om de volgende wedstrijd terug op het goede spoor te geraken? Het is ook, ik heb nu wel een paar wedstrijden tegen echt spelers van de top 8. Ik wist dat het moeilijk ging zijn. Ik had toch gehoopt hier en daar een keer de punt te pakken of 1 match te winnen. Het is niet zo. Er komen hier nog moeilijke tegenstanders. Dus ik hoop dat het daar anders is. En anders zal het de laatste wedstrijd ook nog bergafwaarts gaan, denk ik. Veel balbezit, controle over de wedstrijd. Rustig de wedstrijd uitspelen naar ik voorkwam. Buiten de 2-1 en dan de grote kans op de 2-2. Ben ik eigenlijk buiten die momenten niet echt in de problemen gekomen. Nee, inderdaad. Je speelt het tamelijk volwassen uit. Die 0-1, mooi ingestudeerd nummer. Heb je daar veel op getraind? Er zijn een bepaalde soorten vrije trappen dat ik geef en dat was er één van. Ik had er net ervoor ook een andere variant geprobeerd, dus ik wist dat ik iets anders moest doen. En het draaide goed uit. Ja, je maakt ook erg mooie goals. Hè? Ook de tegenstander, het publiek werd verwend. Ja, het was een mooi match. Ik heb nog niet zoveel zo'n wedstrijd gespeeld. Het is meestal iets zakelijker. Maar nu vielen er wel veel goals.